Het gedeelte waar de vrachtwagenchauffeur jou niet ziet. Nou, dan moet je niet gaan staan, anders kan je aangereden worden. De chauffeur kan jou dus niet zien en dan kan je dus onder de vrachtwagen komen. Hoe belangrijk het is om uit de dode hoek van vrachtverkeer te blijven, hebben kinderen van basisschool Van den Bruggen uit Huizen aan de lijve ondervonden. Met groot materieel maakte Gerard Thijssen van Transmission de kinderen van groep 1 tot en met 8 bewust van de gevaren. Daar gebeuren nog veel te veel ongelukken mee. En elk ongeluk die je kan besparen of die je tegen kan houden is mooi meegenomen. Vandaar dat het ook goed is om de kinderen er echt duidelijk op te wijzen dat ze echt uit de buurt van een vrachtwagen moeten blijven. Heb je wel eens een gevaarlijke situatie meegemaakt met de vrachtwagen? Niet dat ik weet, maar het kan wel gebeuren. Ik kende hem niet, maar het zag er best wel eng uit. Hij kwam er net, gelukkig net niet onder. Een jongetje, Benjamin, en die was een poosje geleden overreden. Je kan de chauffeur wel zien, maar dat wil niet zeggen dat de chauffeur jou ziet. Hij heeft maar twee ogen en hij moet gewoon overal rondkijken. En rondom de vrachtwagen is het eigenlijk overal gevaarlijk. Ik zou altijd adviseren om niet naast de vrachtwagen te gaan staan. Ik zou echt willen adviseren om achter de vrachtwagen te blijven, want dan ben je ten alle tijde veilig. En probeer in ieder geval op het moment dat je naast de vrachtwagen staat, in ieder geval contact te krijgen met de chauffeur door je duim op te steken. En als hij zijn duim terug doet, dan weet je in ieder geval dat hij jou gezien heeft.